Goeiedag. Mag ik even naast u zitten? Oh, jawel hoor. Nou, dat is aardig. Wat gaan we doen? Gaat u bij het raam of ik? Schuifel even door. Wat gaan we doen, vraagt u? Een klein praatje maken. Oké. Okay. En met wie ga ik dit praatje maken? Met Pia Sloots. Pia, ik zag net dat je de sportpagina voor had. Ja, ik las even een stukje over Van Persie, die meedoet met het Nederlands elftal. Hey, ik heb al een beetje het gevoel dat je een kenner, een liefhebber van het voetbal bent. Nou, ik ga wel eens naar onze FC. Ja. Daar kun je mij wel eens op de tribune vinden. Ja. Als je nou bondscoach was, hoe moet het nou met die voorhoede? Oh, dat is een moeilijke vraag. Ze zijn alle 7 goed, zeg maar, hè? Ja, precies. Een beetje een luxe probleem, hè? Ja, ja. Ja, ik ben blij dat ik het niet hoef te beslissen. Nee, zo makkelijk kom je er niet mee weg. Zo makkelijk kom je niet. Wie stel je op, Pia? Nou, Van Persie mag wel meedoen. Even kijken, wie hebben we nog meer? Ja, dan zeg ik iets gevaarlijks. Maar Robben weet ik niet zeker. Nee. Ja, het is moeilijk. Ik ben wel een fan van Babel. Koud, harde werker. Ja. Ja. Hey, als je niet met voetbal bezig bent, wat doe je dan, Pia? Nou ja, van alles. Hè. Ik ben nu op weg naar mijn werk. En ik werk op het Van Hal Instituut, Van Hal Larenstein in Leeuwarden. Dat is een opleidingsinstituut, toch? Het is een opleidingsinstituut. Ik zit bij de opleiding Milieukunde. Hebben het over, leiden we studenten op voor die zich bezig gaan houden met klimaat- en energieproblemen, het waterproblematiek, bodemzaken enzovoort. Dus, je geeft les? Ja, ik geef les daar, ja. Leuk om te doen. Leuke studenten, ja. En wat voor soort les geef je dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen als ik bij jou de klas binnenkom? Nou, ik geef milieukundige vakken, wat scheikundige vakken. Ik doe wat met studenten over giftige stoffen en hoe gevaarlijk dat is, wat de risico's daarvan zijn. Hoe de wet en regelgeving wat in elkaar zit en, op dat gebied. Ja. En het zit helemaal in de lift, hè, het milieu? Nou ja, er is veel over te doen. Ja. Men wil zelfs de huidige crisis bestrijden met duurzaamheid. Ja, nou ja, als je dat samen op kan laten gaan, is het alleen maar goed natuurlijk. Ja. Ja. Hey, bedankt voor dit gesprek. Werk ze vandaag. Veel plezier met de studenten. Ja, dankjewel. En jullie ook nog een prettige dag. En goed luisteren naar juf, jongens en meisjes.